Ik snap het niet, Ben. Echt niet. Ben. Zet jij de man die uit de dungeon van Silentium is ontsnapt? Die de woestijn van Windril heeft doorgetrokken alleen met mij. Die met Beler heeft gevochten. Met mij door de moerassen van Ondikon is getrokken. Zerdin heeft verslagen. Je bent level 80, verdomme. En dat is uw endgame. Stomweg even voor een trein springen. Was dat uw plan? Even een exit. Even een logout. Ik weet niet of je het weet, Ben, maar in het echte leven is doodgaan dus wel redelijk definitief. Hè? Je kunt je niet bedenken. Je mag dan een keer sterven. Toch niet voor het echt. Zo spelen wij toch niet, Ben. Jij. Level 80. Wilt je weg uit deze wereld, Ben? Ja, dan weg. Maar wilt je wreken, Ben? Wreek u dan. Want anders dan zeg je precies wat ze van u zeggen. Een loser. Speel toch om te winnen, Ben. Alles is planning. Alles is strategie. Lust jij ook zo graag Fanta? Ik ben zo blij. Somebody open the door. Omdat jij bent. I'm afraid to walk in met dat grote plan of wat? Ben, hoe gaan we het doen? Gaan we vergif nemen? Nee, want stel je voor dat je dan zo vergif hebt genomen en dan bedenkt je, dan moet je dan het gifcentrum bellen zo. Hallo? Die van tante Jips en je mij krijgen altijd zo'n telefoon. Dat is echt iets voor een nozelaar. Of je kunt nu misschien ophangen. Dat is wel stoer, want je gaat het schijn met een erectie als een vlaggenman. Maar ja, daarna bescheid je. Dat is ook niet zo tof om zo gevonden te worden, hè. En weet je, Ben, bovendien, hè, wat ze altijd vinden, onder de vingernagels van iemand die zich heeft opgehangen, allemaal kleine stukjes staal en stukjes vel. En weet je hoe dat komt, Ben? Dat komt omdat die altijd wanhopig proberen dat taal nog van hun nek te krijgen, en dat lukt dan niet, want die stoel staat te ver en dan kunnen ze niet meer aan die stoel. Ben. Je vindt dat opwindend, hè? Doodgaan. Doodgaan. Ah ja, alles is in één keer opgelost. Ben is in één keer opgelost. Ben, zullen we toch niet nog eens één keer rondkijken of er geen andere oplossingen meer zijn, Ben? Even een beetje, even één keer rondkijken. Oh. Je moet verdomme een beetje creatiever zijn, Ben. Zwijgt, school. Jij zei zo schoon. Een kilt samenbrengen, zei ze. Zoals in Archlord.
En je weet wat ze zeggen hebben. Elk einde is een begin. Ben, zei het zeker. Is het zo dat je het wilt? Creatief sterven, noemde zij het. Zelfmoord zonder de moord. Doodgaan zonder weg te gaan of weggaan zonder dood te gaan. Ik heb alles moeten leren, maar het belangrijkste was ik vergeten. Leren liegen. Bedriegen. Ze zei, het is hoog tijd om te worden wie dat je bent. Laat het maar gebeuren, hè, Ben. Niet bang zijn. Als je je goed wilt voelen, moet je goed leren voelen. Schrijf hem uit. Ik ben nog nooit gelukkig geweest. Maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Schoon, hè? De beesten moeten niet klappen. Waarom durf je niet op te stijgen? Heel van mijn gat. Dat is altijd zoiets. De mensen kunnen geen paard zien of ze moeten daar gaan opzitten. Maar die beesten die hebben daar toch niet om gevraagd. Vind je niet? Want als je kunt kiezen om alleen te reizen om iemand te doen. Ja. You got to.